Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, heeft wederom te lijden van beschadiging aan zijn infrastructuur. Een MSAN-kast van het telecombedrijf, die functioneert als minicentrale, is donderdag door onverlatenen kapot gereden. Gevolg hiervan is een grote storing op het telefoon- en datanetwerk in de gebieden Highway van de Livorno-Beekhuizenweg tot de Tulifo-Kanaalweg, Pandit-Paltantewariweg vanaf Highway richting de nieuwe grondweg met alle zijwegen. Onze nieuwsdienst heeft ter plekke technici gesproken die druk bezig waren de storing zo snel als mogelijk op te heffen. Erik Simon van de technische dienst van Latour vertelt wat er is gebeurd en wat Telesur doet om het euvel te verhelpen. De kast van Telesur is aangereden door een auto, waardoor het buurt eigenlijk verstoken is van data als telefonie. Hopelijk wordt het dit weekend dan verholpen, dat alles genormaliseerd wordt. Dat de mensen van de buurt en hun data als een internet gebruik weer kunnen maken. Simon zegt verder dat de MSAN-kast die is aangereden een van de oude kasten is. Deze was nog niet vervangen en beschermd door de metalen palen die Telesur momenteel aanlegt bij de nieuwe MSAN-kasten. Ik zou eigenlijk alle bestuurders erop attenderen dat ze eigenlijk voorzichtig moeten zijn op het verkeer wanneer ze de auto besturen, vooral. En wanneer zoiets gebeurt, dan liggen dan het hele buurt verstoken van internet als telefonie. En tot waar gaat die storing nu? Het is een hele blok dat nu verstoken is van die storing. En het gaat om een beetje 400 abonnees die verstoken zijn. Dat was Erik Simon, technicus van de afdeling Latour. Onze nieuwsdienst sprak hem naar aanleiding van de storing op het telefoon- en datanetwerk in het gebied Livorno. Deze storing is veroorzaakt doordat onverlaten een van de minicentrales van Telesur omver heeft gereden. De technici van Telesur proberen de storing zo spoedig mogelijk op te heffen.